We zijn hier in het mooie provinciehuis van de provincie Friesland in de stad Leeuwarden. Leeuwarden is de culturele hoofdstad van Europa dit jaar en dat willen wij met ons infrastructuurteam op een bijzondere wijze vieren. Vele ideeën zijn de revue gepasseerd, maar een collega van ons die attendeerde ons op een aantal voorbeelden in Japan en de Verenigde Staten waar een singing rood was aangebracht op de weg en toen hadden we direct het idee van dat is iets voor ons. We kregen een aanvraag van de provincie Friesland om een zingende weg te gaan ontwerpen. En we waren als akoesticus gevraagd, maar we hadden al snel in de gaten dat we het team moesten uitbreiden met iemand die ook verstand heeft van wegenbouwen. We wilden totale ontzorging, want geluid is een hele vreemde tak van sport voor ons. Enthousiaste mensen, een heel compleet en doordacht plan van aanpak, een stukje film en de mogelijke koppeling met een aannemer en een verkeerspsycholoog. Gewoon alles was goed doordacht en DGMR sprong wat ons betreft boven alles uit. Dus we hebben de BAM gevraagd om ons team te versterken met hun kennis. En we hadden een verkeerspsycholoog nodig, want de impact van die zingende weg op het verkeersgedrag moest natuurlijk ook beoordeeld worden. We werden goed op de hoogte gehouden van alle vorderingen en proefnemingen. En het is ook wel belangrijk dat de opdrachtnemer je op het juiste moment de beslispunten voorlegt. Om de zingende weg te maken moet je natuurlijk verstand hebben van akoestiek en natuurkunde. En we ontwikkelden in het begin een theoretisch model die tonen kon voorspellen op basis van een ribbelstructuur. Dat zijn we vooral toen met de BAM gaan uitwerken in een test waarbij we 2 testen deden met groeven in het wegdek en 1 test met ribbels op het wegdek. De uitdaging voor dit unieke project was om de juiste materiaal te vinden om muziek mee te maken. Uiteindelijk hebben we dat gevonden in streetprint en thermoplast. We hebben ze beide geprobeerd en de eindconclusie was dat thermoplast het beste te modelleren was en het makkelijkst weer te verwijderen. Vanwege het unieke project en de specifieke uitvraag hebben we een test gedaan om vast te stellen wat de tussenafstanden tussen de ribbels moesten zijn, zodat we de specifieke noten konden genereren voor dit lied. De provincie Friesland wilde naast de nieuwe markering een totaal nieuwe culturele uiting neerzetten. Iets wat nog helemaal niet in Nederland was gemaakt. Het was nieuw, dus we hebben DGMR geluidsberekeningen laten maken. Maar die voorspellen helemaal niet de beleving van het geluid, zo bleek in de praktijk. Dus toen de klachten kwamen uit de omgeving, hebben we de strepen snel weer verwijderd. Dit was zeker niet de bedoeling en we vonden het erg vervelend voor deze mensen. Maar we hebben hier veel van geleerd. Niet alleen hoe je met de ribbelmarkering rijgedrag kunt beïnvloeden, maar ook hoe klanken en geluiden anders door de omgeving worden beleefd dan is berekend. Het waardevolle aan deze opdrachtgever was dat we de totale vrijheid kregen hoe we de klus konden uitvoeren. We waren als team al enthousiast, maar bij iedere vergadering vertelden we onze stappen die we gemaakt hadden. En dan werd het team van de opdrachtgever ook weer erg enthousiast, want de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de oplossing kwam steeds dichterbij. Dat maakte het gewoon erg leuk om aan deze klus te werken en ook voor deze opdrachtgever. Om zoiets te realiseren heb je kundige partners nodig die snel kunnen schakelen. Ook als er iets gebeurt wat je niet hebt kunnen voorzien. DGMR ontzorgde de provincie en werkte daarbij heel goed samen met de BAM. Dat werkt voor ons als opdrachtgever heel prettig en professioneel. In elke weg kan muziek zitten. We beschikken nu over de kennis en de middelen om op een weg elke gewenste melodie te laten klinken.